50 vrouwen, 50 verhalen in één boek, Lef 5. Welkom bij Lef 5. Vandaag heb ik een gesprek met Lieke. En hij heeft natuurlijk wel een dubbele betekenis. Want Lieke is natuurlijk een ongelofelijke Lef 5, maar daar zit ook heel veel achter. Lieke heeft zelf net een boek geschreven over de MH17. En dat boek komt, ja, inmiddels is het al uit eigenlijk. En dat is natuurlijk wel heel indrukwekkend om in een boek te vertellen over een boek. Maar ik vind dat lefwijven allemaal een verhaal hebben, maar dit verhaal is toch wel heel bijzonder. Lieke heeft haar PhD inmiddels gehaald. Dat is niet niks, dat is een hele mooie erkenning voor je kennis. Maar vraag is altijd, hoe zet je kennis in? En Lieke heeft daar een hele mooie manier bedacht hoe zij ongelooflijk veel verbinding kan maken erin. Natuurlijk is zij ook zeer intuïtief en ook een business strategist. Dus aan beide kanten is Lieke natuurlijk ook echt ontzettend ontwikkeld. Wat wij nu gaan doen is ontdekken wie deze vrouw is. Want wow, Lieke. Kijk, je hebt natuurlijk wel een persoonlijke ervaring met de MH17. Ja. Jouw broertje en jouw schoonzusje. Ja. Maar daar eindigt het natuurlijk niet. Nee. Het verhaal gaat door naar een hele familie wat eigenlijk zo gaat en in elkaar stort op het moment dat het hele MH17 eigenlijk geen erkenning krijgt. Ja. En dat je ook ongelooflijk veel verdriet en verlies hebt waar er helemaal geen antwoord voor is. Maar dan schreef je een boek. Ja. Kijk, MH17, iedereen in Nederland, 17 miljoen mensen weten wat er is gebeurd. Mm-hmm. Niemand begrijpt waarom helemaal niks ermee is gedaan. Mm-hmm. Maar jouw persoonlijk verhaal, je persoonlijk leed, maakt dat jij heel veel dingen eraan koppelt. Ja. Waarom haal je je PhD? Wat kan je met je PhD als het gaat om MH17, om dit verhaal? Mijn PhD is, staat los van de MH17. Mm-hmm. Alhoewel voor mij persoonlijk wel overeenkomsten in zitten. Ja. Het gaat over stem geven aan stille verhalen. Ja. De kracht van het essentiële verhaal. Waar het gaat in mijn PhD over de verhalen van de Indische Nederlanders die vanuit Nederlands-Indië na de Tweede Wereldoorlog naar Nederland zijn gerepatrieerd. En de rol van de Nederlandse overheid. Gaat het in de MH17 over de rol van de Nederlandse overheid in relatie tot, ja, tot de nabestaanden van de MH17. En voor mij is de MH17 een katalysator geweest. Die ervoor heeft gezorgd dat een bepaalde problematiek die je zowel in de Indische gemeenschap ziet, maar ook persoonlijk ervaart, is heel duidelijk naar voren gekomen. En daarmee gaat het niet alleen over het verdriet of de pijn die je hebt naar aanleiding van het overlijden van mijn broertje en mijn schoonzusje. Het gaat ook over het verdriet die je ervaart en voelt omdat je meer verliest dan alleen de dood. Ja. Je verliest de liefde, je verliest de zin van het leven, ja. Je verliest alles om je heen is een illusie. Ja. En op een gegeven moment is zelfs de dood niet meer bedreigend. En omdat ik niet meer in staat was om die verbinding te kunnen maken, omdat er heel veel mensen om me heen, ja, wegvallen of doodgaan. Maar je ging echt door een hel. De hel is er niks bij. De hel is. De hel is er niks bij. Je zit in een andere dimensie. En doordat je dat doorleeft, doordat je er als het ware doorheen sluimert,
ja, ga je alles ontmoeten wat daarvoor ook aanwezig was. Ja. De verdriet wat nog niet opgeruimd was. De verdriet wat nog niet mee gedeeld was. Waarvan je niet eens wist dat er überhaupt nog bestond. Ja. Je dacht, ja, je gaat gewoon door met je leven. Ik heb een glansrijke carrière gehad. Maar kennelijk sluimerde iets aan de achterkant, aan de onderkant. En door de MH17, ja, doordat het als een katalysator heeft gefungeerd, komt dat boven tafel. Precies. En op een gegeven moment, dan ga je in therapie en je krijgt allerlei inzichten. En dan ga je eigenlijk door een heel diep dal. En ben je rock bottom. Ja. Even een vraag tussendoor. Hè. Nou zeg je rock bottom. En op rock bottom, wat haalt jou daaruit? Want je krijgt wel de moed om een boek te schrijven. Want een boek werkt natuurlijk wel therapeutisch. Dat schreef je ook in je verhaal. Ja, helend. Ja. Op een gegeven moment zei een van mijn therapeuten, gratis opschrijven. Ja. En ik kon geen letter op papier krijgen. Omdat daar ook een soort gevoel bij komt kijken. En ik kon niet bij mijn gevoel komen. En op aandringen van mijn therapeut ben ik gaan schrijven. En ik merkte dat tijdens het schrijven dat er iets uit mijn systeem ging. Ja. Waardoor ik lucht kreeg. Ja. En op een gegeven moment gaf mijn hersens het signaal aan mijn lichaam dat er lucht kwam. Door het schrijven, door schrijven. Op een andere manier dan dat ik gewend was om te schrijven. Ja. Hoe was je gewend om te schrijven dan? Strategisch, beleidsmatig, rationeel, zonder gevoel. Ja. En nu, via mijn PhD, omdat het over storytelling gaat, precies, was ik al behoorlijk op weg om op een creatieve manier te schrijven, maar nog niet voldoende. Wel de verhalen van mijn respondenten. Ja. Maar dat waren hun verhalen. Dat was niet mijn verhaal. Nee. En nu ging ik mijn verhaal schrijven. Nu werd ik als het ware tussen twee haakjes gedwongen om naar mijn eigen verhaal te kijken. Ja. Want een van mijn promotoren zei ook, hoe kun je in godsnaam het verhaal van de Indische gemeenschap vertellen als je niet eens je eigen verhaal durft te vertellen? Ja. Oh, wat een confronterend iets is dat weer. Wat je op zo'n gedachte zet. Dat was het kantelmoment. Ja. Waarin ik dacht, oké, nu gaat het dus echt om mij. Ja. Nu wordt het tijd om mijn verhaal te gaan schrijven. En dat heb ik dus gedaan. En het is niet de bedoeling om anderen daarmee te kwetsen. Of het is ook niet de bedoeling om ja, het is echt helend bedoeld. En om ook een lans te breken voor mensen met complexe PTSS of trauma of depressie. Want ik ga even. Want nu ben je natuurlijk wel een dokter. En je bent waarschijnlijk de enige dokter in Nederland op het gebied van storytelling. Is dat zo? Weet ik niet. Ah, dan is het vaak ja. Ik weet het ook niet. Maar laten we even daarbij houden. En dan kom je natuurlijk ook nog eens naar buiten met een diep verhaal van rouw en verdriet. Ja. Wij denken toch allemaal, de dokter in storytelling in ons land is toch degene met het alleen maar het mooie verhaal, Lieke. Alleen maar de crescendo, alleen maar kijk eens hoe geweldig. Ben jij in staat om door jouw verdriet en door alles wat je hebt meegemaakt, ben je nu in staat om beter de verhaal te vertellen? Wat verteld moet worden? Ben ik beter in staat? Ik denk het wel. Ik denk omdat ik het doorleef heb. Ja. En omdat ik ervaring heb. Dus het zijn geen woorden. Nee. Maar het is de ervaring waardoor ik weet dat wat het betekent. Ik weet welke betekenis het heeft als je verdriet hebt of pijn hebt of blij bent of... Ja. Het gaat over, kun je door middel van verhalen tot inzicht komen en daardoor meer begrip? Kun je door middel van verhalen verbinding maken, waardoor je ook tot elkaar kunt komen? Precies. En dat is ook het model wat ik heb neergelegd, het interviewmodel, waardoor je
begrip en inzicht kunt verwerven. Ja. Hè? En dat is ja, nodig om tot elkaar te kunnen komen. Ja. Ja. Want wat ik merk in de wereld waar we tegenwoordig in leven, is dat tot elkaar komen stopt ergens. Wij zijn niet in staat, wij willen alleen maar onszelf horen en niet het verhaal van de ander tot ons nemen. Ja, aan de ene kant is het, ben je in staat om het verhaal te vertellen, ja. Op wat voor manier dan ook. Ja. Dat is één, maar aan de andere kant is de ander bereid om naar dat verhaal te luisteren. Ja. Ja. Op wat voor manier dan ook. Ja. En hoe vindt dat elkaar? Ja. Wow. En kun je, ondanks dat er verschil is van mening, ja. Kun je ondanks het verschil in denken, precies. Kun je dan toch tot elkaar komen? Kun je dan iets voor elkaar betekenen? Wauw, wat is dit ik waardevol. Denk van wel. Ja. Ja, ik vind het heel waardevol, want we hebben natuurlijk wel al hiervoor over gesproken. Ik vind het zo'n waardevolle inzicht. Dat het wel het verschil gaat maken in heel veel discussies, maatschappelijke discussies. Zeker. En kijk, zonder wrijving geen glans. Hè? Dus dat is ook nodig. En verschil doet er ook toe. Ja. Alleen op het moment als het er echt op aankomt, kan ik begrip voor jouw verhaal of jouw situatie opbrengen om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Ja. Hoe gaan we om met het huidige vluchtelingenbeleid? Ja. Hoe gaan we om met het nieuwe leven? Ja. Hoe gaan we om met de natuur? Hoe gaan we om met gemarginaliseerde doelgroepen? Ja. Gaan we dan vanuit een kamertje beleid maken en zo gaan we het uitvoeren zonder de ander gehoord te hebben, zonder dat wat er echt leeft ja. Bij de ander? Ja, precies. En niet alleen jezelf in de positie plaatsen om te gaan kijken, maar het verhaal van de ander. Ja. Wauw. Eén ding is zeker. Van Lieke gaan we nog heel veel horen. Dat kan ook niet anders, want we hebben haar nodig. We hebben haar methodiek nodig, we hebben haar persoon nodig en we hebben haar kennis nodig. Maar vooral haar ervaring hebben we nodig, want ze is daadwerkelijk de ervaringsdeskundige als het gaat om hoe brengen wij partijen bij elkaar die niet tot elkaar hebben kunnen komen tot op heden. Lieke, ik wil jou enorm bedanken en ik wil graag je boek laten zien. Ja, dankjewel. Want rouwen, ja, hoe dan, is toch wel een... Ja, want je vertelde al, je hebt al heel veel boeken verkocht in de voorverkoop, maar dat verbaast mij niks. Want een verhaal vertelt waar je de ander bij wil bereiken, wil raken en wil laten begrijpen. Ja, dat kan ik aan jou toevertrouwen. Ja. Dus ik vind het alleen maar heel mooi. Graag gedaan. Dankjewel voor het kijken. En het boek Lef 5 en het boek van Lieke overigens is natuurlijk wel te koop op haar website. En hier zie je natuurlijk wel het adres. Mag je niet missen. Te bijzonder. En wat een ontzettend mooie inzichten krijgen wij. Dank je nogmaals voor je aanwezigheid. En jij ook, voor je liefde. Liefde gedaan. Ja. Tot ziens.